En nu hebben ze dit bij de HEMA, dus... You were born and raised in Middelburg? Ja. Goed shirt. Wat is er mis met de ballen? Nee, ja, dat is echt, de ballen is echt serieus jaren 90. Midden in de nacht, vriend. Zo. Nou, het liedje begint met de zin I was arrested on the night we kissed. En veel mensen, of in ieder geval, hoorde ik van, oh wat mooi, weet je wel, wat poëtisch dat je geschreven hebt, dat je gearresteerd werd door de liefde van je vrouw. Maar dat was niet helemaal, het is gewoon zoals het gebeurd is. Eigenlijk, ja, ik was inderdaad aan het wildplassen, ja. Ik deed een Marco Kroontje in die tijd. Dankjewel jongens, bedankt voor het bellen, hè. Hoi, hoi. Doei. Gefeliciteerd, schatje. Dankjewel, schatje. Aan de liefde allemaal. Wat vind je van je taart? Ik vind de taart was geweldig. De wijnkoeler is geweldig. En ik ruik weer lekker. Ah. En ik heb van jou een abonnement gekregen. Op de Flair? Nee. Nee. Op de Viva? Nee, op een... Het heet bubbelarrangement. Nee, het heet een bubbelment. Bubbelment. En dan krijg je elk kwartaal zes flessen cava, champagne of prosecco opgestuurd. Alle uit verschillende streken en... Ja, dat is echt wel leuk. En allemaal speciaal. En dan kan je eens leren bubbels drinken of er verstand van hebben, laat maar zeggen. En, wat veel mensen niet van jou weten, is dat jij houdt heel erg van gele bakkersroom. En ook best wel van tompoesen. En nu hebben ze dit bij de HEMA, dus donut tompoesen. Ik dacht, dit is de perfecte combi. Ja, maar deze mag je gewoon niet in huis halen. Nee, daarom heb ik op je verjaardag gedaan. Je hebt er al wel één op, hè? Het is, het is half acht vandaag. Die was gelijk weg. Het is half acht. Ja. Sommige dingen moet je gewoon niet. Nee, en je hebt ook de kaarsjes uitgeblazen, maar dat had ik niet op film. Oh, dit was... Wat vind jij ervan, Fiets? We hebben gezongen, hè? Hey Wilfred, goedemorgen man. Ja. Ja, nou ja, ik ben mijn kind, hè. Ik ben net heerlijk wakker geworden. Het lag alweer naast me, hoor. Het is een beetje te spartelen, dus het gaat hartstikke goed. Ja, ik heb al feest. Maar, op je verjaardag uitgebracht, hè? Ja, vond ik leuk. Weet je wel, ik hou er niet zo van om cadeautjes te krijgen. En nou is het niet zo dat ik een cadeautje aan de fans geven, want het is gewoon een videoclip. Maar het is dan leuk om op je verjaardag te doen, weet je wel. Dan geef je wel, dan geef je hier op je leuke nieuwe video. Hopen dat jullie het leuk vinden. Eigenlijk dat. Eerste keer barbecuen. Oh, eerste keer barbecuen. Een beetje laat, want de kleine ligt op bed. Maar kijk nou even. Een heerlijke curry. Ja, en... Van de barbecue. Van de barbecue. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind hem van uit de oven lekker. Maar dat haalt het niet bij dit. Het is echt een wereld van verschil. Ik wist niet dat het verschil zo groot was. We hebben natuurlijk gewoon een jaar lang deze curry niet vanaf de barbecue gegeten. Top. Lekker hoor. Top. Smakelijk. Goedemorgen op deze vroege morgen. Ik ben nog lekker laag. Ja, ik ben nog heel laag. Oh, 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 wat zing ik laag. Weer interview vanmiddag. Voor Duitsland. Voor Duitsland, in 5 uur. Oké, so let's start a little bit. You were born and raised in Middelburg. Ja. Are you still living around the area or did you move to Amsterdam or Rotterdam? Even better, I live in the same house where I was born. Okay, that sounds really cool. So, yeah. I still do the music because I think it's fun and I don't want to do it because it's a commercial success. I just want to write the songs and sing the songs I like. And then if it's a commercial success, I'm very happy with it. And I'm very glad that it happened. But if it didn't, I probably would have taken a job and write the music on the side. Hi. Ja, onze dochteren zijn heel verhaal aan het vertellen. Oh? Jammer dat er geen bewegende beelden zijn van de voetbal. Anders hadden we die nog in kunnen zitten. Dat jij gevoetbald hebt in de Kuip? Ja. Ja, is jammer. Wel een reeks piepen. Ik kan wel wat foto's laten zien. Hoe was het bij de streamers? Het was natuurlijk vorige week zaterdag. Ja, was de laatste.
Dat was heel leuk. Zo'n fijne sfeer. Een hele fijne club met mensen. Het is allemaal gezellig. En, ik heb dus gevoetbald in de Kuip. Ik heb dus gespeeld in de Kuip. Maar het ging best aardig, hè? Voetballen? Ja. Ja, ik viel eigenlijk alles mee. Ik moet wel eerlijk zeggen dat als je gelijk... Iedereen was gelijk bloedfanatiek. Weet je wel? Dus daar ga je ook in mee. Goed shirt. Is heel leuk. Ja, hè? Ja. Die staan er, wanneer staan die erop? Ik denk morgen. Morgen. Deze shirts staan erom. Hou er wel rekening mee. Wij krijgen dus de laatste tijd heel vaak de vraag, heb je ze niet groter of zo? Deze ja. shirts vallen dus wat ruimer. Ja. Je hebt een S'je aan. Ja, maar ik zou ook nog wel een medium aan kunnen hoor. Maar ja. ik vind het lekker als hij wat strakker zit. Dus eigenlijk valt deze al een beetje als een medium. Ja. Dus ik zou adviseren om je eigen maat een maatje kleiner te nemen. Verkeerd? Nee, waarom? Dus deze shirts vallen gewoon een beetje ruimer. Het is ook, mensen vinden het ook leuker als het ruimer zit. Ik vind het persoonlijk. Ik heb ze liever wat strakker. En mocht het niet passen of dat je erachter komt thuis, nou, ik vind het toch niet helemaal. Ruilen kan altijd bij ons heen. Maar liever niet, want het kost me heel veel werk. Ja, maar mag wel. Oké, we gaan even... Oh ja, we gaan eventjes de voorraad. Ja. CD's ophalen. Zo, we hebben alles gedaan waar we jullie allemaal niet mee hebben genomen. Nee, was ook niet boeiend. Ja, nee. Dozen ophalen en de pakketjes wegbrengen. Nu gaan we gezellig even langs mijn moedertje. Had ik wel wat over dit shirt? Ja. We hebben ze ook gewoon in het zwart, hè? Gewoon zwarte shirts met witte letters. Ja, ja. Ook kijk leuk. Even op de nou ja, website. Nou, ik zeg het, omdat we... Kijk, ik vind het leuk om allemaal die dingen te maken en te verkopen en zo. Hartstikke prima. Ja. Maar we kregen heel veel vragen van wanneer komen de New Now t-shirts nou? Want dat willen we ook. We hebben, want het is nu zomer. Ja, dan willen we en we willen geen hoodie aan. Nee. Nou, dat snap ik ook. En ik wil het ook al helemaal. Maar er zit soms best wel wat werk in om het allemaal ook weer te doen en zo. Dus nu zijn ze online. Ja. Superleuk. Hè? Zwart. En ik vind dit echt top. Ja, ik ga ook gewoon een S'je aan doen. Ik vind het oversized best wel leuk, want ik leg er nog een knoopje in. Oh ja, dat vind ik wel leuk. Nee, jij niet. Je hebt voor jou zo'n geen buiktruitje. Zo'n buiktruitje, ja. Dat is zo'n harige navel. Lekker. Wat ben je aan het doen? Ik maak... ik denk dat het zoiets als crostinis zijn of zo. Ik had nog maar een Turks brood. Wat nog hier lag. Volgens mij heet dat bruschetta's. Wat zei je me? Crostinis. Prostine. Ik weet niet wat je zei. Ah. Nou, schatje. Ja. Lekker. Oh, ik heb hier echt heel erg zin in ook. Ja? Ja, dat is precies waar ik zin in heb. Lekker vrijdagavond snackje. En wilde je bij, eigenlijk bij je ouders al een klein beetje? Ja, wel. Het is niet echt een maaltijd dit. Nee, maar wel niet meer zo honger. Nee. Dus nou, dan is dit toch perfect. Je ik heb nog steeds geen honger nu. Je Crostini. Ik heb Crostini's gemaakt. Crostini. Hé, hey, het was een beetje een... voor ons was het een heerlijke week. We waren gewoon lekker met het gezin. Lekker aan het genieten van het mooie weer. En naar het strand. En ik ging geel. Niet. Nee, ik ging niet. Ik kan me achter bij het monteren dat Den echt heel vaak zit te geeuwen eigenlijk. Weet je wat ik laatst hoorde? Dat heel veel, dat echt intelligente mensen heel meer geeuwen. Omdat het eigenlijk het koelen van het brein is. Mensen die heel veel nadenken, die geeuwen veel. Ik weet niet wie dat bedacht heeft. Wat? Van dat geeuwen, wie je me vertelt. Dat heb ik echt gezien. Wat was ik aan het vertellen? Elk was dat er buiten een vogeltje zit die een nagelknipper nadoet. Fuck. Goed. Ik heb voor mijn gevoel heb ik niet zo heel veel boeiende dingen gevlogd. Je hebt heel veel interviewtjes gedaan. Je bent jaar geweest. De nieuwe videoclip kwam online natuurlijk maandag. Ja. Nou ja, verslaat je maar. Ik kan niet meer. Jongens, de ballen. Nee. Wat is er mis met de ballen? Nee. Ja, dat is echt, de ballen is echt serieus jaren 90. Daarom. We moeten dat misschien weer introduceren. Nee. Er is niks mis de mee. De ballen. De ballen. Nee. Dat is hartstikke goed. Nee, het is hartstikke stom. Nou, het is wel lekker hoor, de ballen. Het klinkt echt heel oud. Helemaal niet. Maar ja, je bent ook oud geworden. En dus weet je wat ik ook altijd wel, als we heel veel zeggen, hé, de mazzel. Hè? Dat vind ik wel doen. Maar er zijn ook heel veel mensen die kunnen dat niet uitspreken. Die zeggen, hé, de marzel. Die zeggen er een R in. De marzel. Hé, de marzel. Ik denk dat ze dat in Rotterdam veel doen.
Hoor jij het niet goed hoor. Want het is de mazzel. Mazzel. Van mazzeltof. Daar komt het vandaan. Hé, hey, mazzeltof. Hé, hey, de mazzel. Hé, hey, de marzel. Die zijn er. Volgens mij is het in Rotterdam ook, volgens mij noemen ze het allemaal gers. Maar dat is volgens mij het komt van gers. Het is gers. Nee, het is gers. Het is niet gers. Volgens mij zijn ze daar. In Rotterdam zeggen ze waarschijnlijk ook gewoon de marzel. Hé, hey, de marzel. Vond ik mijn naam. Gers. Ik zit heel de hele tijd met. Van links. Nee. Goed. We moeten afsluiten. We worden melig. Niet doen. Ik hoop dat jullie net zo hebben genoten van het mooie weer. Negeer die man achter mij. Het is bloed in de hand. Ja. Komt er een intelligente geel van Danny? Dat is even wat nadenken. Ja. Koelen van de hersenen. Mijn hersens koelen. Ja. Echt. Ga het opzoeken. Jongens, bedankt voor het kijken. En tot volgende week. Maar weer. Nee, het is eerder zaterdag dan je denkt hoor. Je knipt het zo, drie keer met je ogen. Hupsakeetje. Tot volgende week. Doei.